woensdag. Pieter Derks. Ja, en ik wil hier even iets rechtzetten dat ik vorige week heb gezegd. Ik had het namelijk over emancipatie. En ik suggereerde dat ik het een goed idee zou vinden als de voetbalsters van het Nederlands elftal net zoveel betaald zouden krijgen als hun mannelijke collega's. Ik heb er nog eens over nagedacht. Het lijkt me toch een slecht idee. Ik heb gisteravond naar Nederland-Japan zitten kijken. En na 90 minuten vrouwenvoetbal wist ik heel erg zeker, de vrouwen moeten minder betaald krijgen dan de mannen. En ik ga me hier misschien niet heel populair mee maken, in elk geval niet bij de oranje selectie, maar het zij zo, we moeten het gewoon niet willen. Het is er te leuk voor. Het zou eeuwig zonde zijn als deze sport, net als de mannelijke tak, verpest zou gaan worden door geld. Zo zag ik gisteren tijdens de wedstrijd een advertentie op de reclameborden van de FIFA om kaartjes te kopen. Je kan nog kaartjes kopen, het toernooi is al bezig en je kan gewoon naar de website, ik heb het geprobeerd, dan klik je op kwartfinales en dan kies je een wedstrijd en dan kun je voor tussen de 15 en 57 euro kaartjes kopen. Gewoon winkelmandje afrekenen en morgen naar Frankrijk. Je hoeft dus niet, zoals bij een WK voor de mannen, 2 jaar van tevoren Facebook vriendjes te worden met de president van Azerbeidzjan en dan een Mitsubishi te kopen en daar Pirelli-banden onder te leggen, waarbij je dan een flesje Heineken krijgt met de code om je visa-kaart te activeren, die je dan weer moet koppelen aan je supporterskaart van de KNVB, zodat je voor 200 euro een kaartje kan kopen voor het officiële inschrijfevenement, waar uiteindelijk geloot zal worden om te bepalen wie daadwerkelijk naar de website mag, waar uiteindelijk, nadat alle sponsoren genodigde prominente bobo's en presidenten hun kaartjes hebben ontvangen, de resterende 13 tickets worden verkocht. Je kan ze gewoon bestellen. Het zou toch zonde zijn om dat kwijt te raken. Het zou zo ontzettend jammer zijn als ze de vrouwen zoveel zouden gaan betalen dat ze hun sport net zo bloedserieus gaan nemen als de mannen. Dat ze na een tackle nog 30 meter doorrollen in plaats van opstaan en hun shirt afkloppen. Of dat de Japanse speelsters na een betwistbare penalty de scheidsrechter zouden belagen in plaats van gewoon heel ongelukkig te kijken en hun pech grootmoedig te accepteren. Of dat de oranje vrouwen triomfantelijk rond zouden paraderen na afloop in plaats van, zoals ze nu deden, de Japanse speelsters te troosten. Wat een prachtig beeld. Die troostende arm van Janice van der Zanden om een Japanse schouder heen, omdat ze er hard voor gewerkt had, maar ook wist hoeveel mazzel dit succes aan elkaar deed hangen. Ik weet niet of geld daar per se heel veel mee te maken heeft, maar misschien moeten we dat risico gewoon niet nemen. Je krijgt ook geen wuppies. Dat is lekker. Er is een WK bezig en ik kan boodschappen doen zonder dat er 20 schoolkinderen over een dranghek voor de uitgang van de supermarkt hangen en vragen, meneer, heeft u wuppies? En dat ik dan met een volle kar boodschappen moet mompelen, terwijl ik ook, ja, net als hun weet dat ik lieg, alleen omdat ik ze stiekem toch zelf wil houden. Heerlijk. We moeten het vrouwenvoetbal houden zoals het is. Ik zag vanmorgen een filmpje van de Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe, die alvast gevraagd werd of ze naar het Witte Huis zou gaan wanneer ze de titel zouden winnen. Amerikaanse vraag natuurlijk, maar haar antwoord was heel duidelijk. Excited about going to the White House? I'm not going to the fucking White House. No, I'm not going to the White House. That's okay. I'm not going to the White House. Voor alle duidelijkheid, ze bedoelt hier niet dat ze toch niet naar het Witte Huis gaan, omdat ze kansloos zijn, omdat ze gisteren Lieke Martens heeft zien spelen en alvast vliegtickets naar huis heeft besteld. Wat ze bedoelt is dat ze Donald Trump een zak vindt. Ze knielt ook tijdens het volkslied in navolging van Colin Kaepernick uit protest tegen politiegeweld en racisme. Dat is een politiek statement in een voetbalwedstrijd. En dat kan dus blijkbaar gewoon. Of je het er nou mee eens bent of niet, zelfstandig denkende en zich uitsprekende voetballers, dan moet je bij de mannen eens omkomen. Ik kan me nog herinneren dat de Britse voetbalbonden een boete kregen van de FIFA omdat ze een rouwband droegen ter herdenking aan de Eerste Wereldoorlog. Dat was allemaal veel te politiek beladen. En voetbal en politiek hebben natuurlijk niks met elkaar te maken. Daarom is er ook een WK in Qatar op puur voetbaltechnische redenen. Dus het mag misschien geen populair standpunt zijn. Ik blijf erbij. We moeten de vrouwen niet hetzelfde gaan betalen als de mannen. Spannende sportieve wedstrijden met sporters die op echte mensen lijken, dat moeten we niet door geld kapot willen laten maken.